Hallo kijkers van Ultrahamers93 en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way2 Beacon. Zoals jullie zien is het nog pik en pik donker. Dus gaan we nog niet verder boven de grond de prijs. Maar zoals jullie al hadden verwacht, omdat ik zei boven de grond, gaan we naar beneden. Ik kreeg namelijk een tip van als je mijnt vind je nieuwe dingen. Dus ja. Ik ben benieuwd wat ik allemaal ga vinden. Misschien wel diamonds. Zou grappig zijn als ik nu opeens diamonds vind. En het toen helemaal niet vond. Bij mij. Bij mijn huisje. Daar vond ik echt geen ene diamond. Ja, na een paar afleveringen in de mijn te hebben gezeten, vind je misschien een stuk of 9. Oké, maar ik zie tot nu toe echt helemaal niks nieuws hoor, jongens. Echt, ik zie nog helemaal niks nieuws. En ik weet... Oh, 61. Ja, misschien verklaart dat het. Dat ik nogal een beetje... ondiep ben. Hoe hoog was die desert dan wel niet? Of zat ik boven op een berg? Hè? Oh, wacht eens even. Dus, nee, ik wil geen screenshot. Wat is dit? Ik heb dit echt nog nooit gezien. Hallo? Nou, dit is steen, ja. Nou, dit is echt geen gravel. Gravel ziet er meer grijzig uit. Wat is dit? Diorite. Nog nooit van gehoord. En jongens, jullie ontdekken nu ook echt samen met mij mijn eerste 1.8 ervaring. Want ik heb ook nog nooit een, hoe heet dat, zo'n filmpje dat ze uitlegden gezien. Oh, maar dit is leuk, ik neem dit mee. Speciaal. Heb ik nog nooit, nooit gekeken, wou namelijk ook niet kijken, spoiler te veel. Ik heb geen snapshots gespeeld. Ik heb gewoon gewacht tot 1.8 uitkwam. En die is er nu uit. Dus voor mij is dit echt allemaal nieuw. Dus ik dacht echt dat dit gravel was. Voor de mensen die meteen zagen dat dit... diorite. Volgens mij spreek je het zo uit. Of diorite. Volgens mij diorite. Volgens mij is het een... Ja, ik heb de naam wel eens vaak eerder gehoord. Maar... Oké. Diorite. Jongens, zet ook even in de comments neer of ik dat goed uitspreek. Of het echt diorite of diorite is. Volgens mij spreek je dat uit als diorite. Want ik ken nog wel wat gesteendes met drite. En daar bedoel ik mee dat ik ze... Dat volgens mij gesteendes met drite zijn. Of dit soort gesteendes. Oké. Maar, bedankt voor de tip, jongens. Ik weet namelijk niet meer precies wie die tip gaf. Het spijt me voor de persoon die de tip gaf. Maar, ja. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt. Want, ja, zonder hem, of ik, hem of haar... Had ik namelijk nooit diorite gevonden. Of diorite. Ik moet het ook wel uitspreken. Dus hartelijk bedankt. En daarom zijn jullie tips zo handig. Dat helpt me namelijk enorm. Anders had ik dit gewoon nooit gevonden. En waarom ben ik het daar weg als ik hier daar naartoe moet? Ja, ik weet, ik kan ook dig straight down, maar... Misschien komen we in de lava pool en dan ben ik echt alles kwijt. Iron. Normaal laat ik dat niet zitten, nu ga ik dat wel laten zitten. Omdat ik hier echt ben voor spullen uit 1.8. Oké. Was dit het enigste wat ik kon vinden, jongens?
Zet het ook even in de comments neer voor het geval dat ik niks anders vind. En die kans is groot. Want als ik geen diamonds kan vinden, dan vind ik ook niet gauw wat anders. Wat heel speciaal is. Ja, iron. Iron, ik wou je vermijden. Nu zal ik je moeten weghakken. En mijn inventory zit weer vol. Dus als ik zometeen eventjes mijn inventory kan droppen, zal ik dat zeker doen. Maar dan zal ik even het slechte stuff weghalen. Wat ik dus niet nodig heb. En ook al heb ik al heel veel fakkels en vul dat ook veel op. Als ik die fakkels niet had, kon ik ook niet gaan mijnen. Wat de... Nee, dat is geen dirt. Dirt had een andere kleur. Oké. Wat gooi ik weg? Sandstone gooi ik weg. Cobblestone. Diorite gaat gezellig met me mee. Cobblestone. Diorite gaat gezellig met me mee. Sandstone. Iron ore. En de rest blijft bij mij. Maar wat is dit? Wat is... Nee, geen screenshot. Wat is dit? Ja, het lijkt op een ander gesteente. Granieten. Of granite. Oké. Er was dus nog veel meer te vinden. Dan nemen we dit ook heel mooi mee. Want, ja. Dit is ook speciaal en nieuw. Jongens, ik vraag jullie trouwens nog eventjes om hulp. Nou, eventjes om hulp. Ik vraag jullie de hele tijd om hulp, anders zou het niks meer gelukt zijn. En zou deze serie ook al lang afgelopen zijn. Maar omdat jullie deze serie zo leuk vinden, vind ik hem juist ook leuk om te doen. Anders had ik nooit al deze challenges bedacht. Had ik gewoon voor mezelf gedaan van, je gaat tot de ende draken en dan ben je klaar. Dan had ik echt nooit de challenge gedaan van, je moet de ende, nee. Je moet alle achievements krijgen. Je moet de ende draak dus doden. Maar dat was niet een regel. Want je moet daarna nog het ei pakken. En met het ei moet je de wither doden. En dat bedoel ik dus het laatste slag. Oh, weer diorite. Ja, ik begin het te leren. Diorite, granite. Ja, ja. Ja, ik weet dat dit heel speciaal is. Maar op een of andere manier gaat mijn pickaxe er heel gauw aan. Zal ik... Dat diorite daar. Ik hoor een heel raar geluidje. En dat kan dus betekenen dat wij dicht bij een grot zitten. Ik weet niet, zal ik de diorite meenemen of niet? De granite gaat sowieso mee. Want daar hebben we helemaal niks van. Ja, het is heel speciaal. Ik neem dat diorite ook mee. Tot hoever gaat dit? En wat is dit? Het is geen steen. Andesite. Wat? Oké, hoeveel steensoorten zijn er nog met site? En dat is mijn laatste pickaxe. Dus ik ben echt benieuwd hoeveel steensoorten er zijn nog met site. Zijn er drie of zijn er meer? In ieder geval moet ik zometeen de mijn uit, want ik heb niet zoveel pickaxes meer. Dus jongens, ik ga nog wel verder op reis. Op zoek naar andere mobs, nieuwe mobs als die er zijn. Anders loop ik echt helemaal voor niks. En als ik niet op reis was gegaan, had ik ook deze speciale dingen niet gevonden. Wat ik trouwens ook allemaal meeneem. En als ik de diorite die weg had gehakt, had ik ook nooit andesite gevonden. Of andesite. Volgens mij spreek je het echt uit als andesite. Ik hak nogal veel weg.
Mijn pickaxe is daar niet echt blij mee. Echt, dit zijn echt hele grote klompen. Ja, ik moet niet te veel gaan hakken. Straks moet ik nog wat van dat nieuwe spul weggooien. Oh, big granite. Wat gaan we doen? Want ik heb echt niet zoveel inventory meer voor dit allemaal. Laten we proberen 2 stacks per ding. 2 stacks per dit zand. Per dit steen. En als dit te weinig is, dan kom ik later weer terug naar hier, onder de grond. En dan hak ik dit ook allemaal weg. De rest. Maar ik moet nu even doen. Ik moet nu even handig gaan werken. Want mijn pickaxe is bijna kapot. En mijn inventory moet nog niet helemaal vol zijn. Voor het geval dat we nog nieuwe dingen tegen gaan komen. Granite. Nee, dit mag weg. Nee, dit mag weg. Ga weg. Zo. Ik neem wel even 2 stack diorite mee. 3 stack bedoel ik. En 2 stack andesite. Nee, ik hoef geen granite meer. Dat is toch granite? Ja. Diorite, andesite en granite. Nou, dan halen we de andesite weg. Dit zit echt in de hele grote pocket. Ik denk dat dit gewoon net zoiets is als steen, hoor. Dat het gewoon echt gemaakt is voor, ja, voor meerdere steensoorten. Dat het een stukje leuker is om in de mijn te gaan. Dat je meer kan vinden dan alleen maar steen. Ik denk dat dat echt de reden was dat ze dit gingen maken. En er zijn granite en diorite. Oh ja, jongens. Als er meer soorten zijn. Dan andesite, granite en... hoe heet dat? Diorite. Andesite, diorite en granite. Zet het dan ook even in de comments neer. Maar dan weet ik dat ik binnenkort... Of als ik nog een nieuwe pickaxe vind, moet terugkomen. Om, ja, nieuwe spullen opnieuw te gaan zoeken op deze plek. Want hier ligt nogal veel van die steensoorten. En ik kan niet echt erop wagen van, hé, ik ga nog verder mijnen. Want mijn pickaxe is bijna kapot. En ik heb die nog wel echt nodig. Dus we gaan dit nog even hakken. Oh, nou, daar heb je steen. Dit gaat ook... Hoe diep zitten we? 37. Dus op zich ligt dit nog niet eens zo diep. En de side granite en diorite. Maar jongens, zet ook even in de comments neer of hier crafting recepten mee zijn. Of je hier iets mee kan craften. Het zou trouwens wel cool zijn. Als je hier iets heel gaafs mee kan craften. Een nieuw item. Dat je normaal nooit in Minecraft had. Eerder. Nooit had. Bijvoorbeeld net zoiets als die armor stand. Oké, maar ik ga weer naar boven. Ik ga kijken of het licht is. En we hebben nog wel plekken. Diorite, granite en site. Ja. Ik moet nog wel even echt... met die namen gaan oefenen. Maar ja, dit gaat me wel lukken. En dan kijken we of het dag is. Even kijken. En het is dag. Mooi. Dan gaan we de volgende keer dus weer boven de grond verder. Waar zijn we dit woordje kwijt? Ja, op zoek naar nieuwe dingen van 1.8. Maar kijk eens, dat zien jullie de volgende keer. Wat voor nu ga ik zeggen, kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik, doei!